Bewoners van een portiekflat in Tilburg mogen al maanden hun balkon niet op. Het balkon aan de achterkant van de Europalaan wordt gestut. Maar aan de voorkant van de flat kwam er een groot stuk steen naar beneden. En die steen miste op een haar na de 5-jarige dochter van Lindsay Addink. Haar man en dochter waren op weg naar school toen het stuk steen uit de lucht kwam vallen. De man van Addink kreeg het op zijn rug, maar het had veel erger kunnen aflopen. Ja, ik vond het best wel eng, want ik denk, ja, stel, er valt toch wel een heel groot stuk af, want ik zie toch best wel scheuren zitten. Ja, je weet natuurlijk niet wat er kan gebeuren. En dit is niet het enige probleem met de flat. De achterkant mogen we ook al niet meer betreden. Nee. Dat is nou al, denk een half jaartje of zo al. Ja. Mag niet op het balkon? Nee, nee. Ik wist dat er wel iets met de balkons gaande was. Ik dacht dat het aan de achterkant was. Maar voor zover ik wist, was het hier allemaal gewoon veilig. Briefjes op de deuren maken de bewoners duidelijk dat de balkons aan de achterkant niet meer veilig zijn. Maar nu blijkt het dus ook aan de voorkant een probleem. Bewoners hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Ja, nu. Ja, durf ik ook niet voor op het balkon. We hebben vanmorgen contact gehad met de gemeente en die zou verder kijken samen met de Vereniging van Eigenaren. Ja. Hoe verder? Dus dat durf ik ook niet te zeggen, nee. En ondertussen kreeg je wel een huurverhoging? Ja, dat ging wel lekker doorheen. Ze wachten inderdaad wel dat je gewoon meer gaat betalen. Ja, terwijl je van je balkon geen gebruik mag maken. Nee, ja. Ik dacht dat het alleen de achterkant was. Dus dan denk ik van, ik kan nog mee leven. Maar hetgene waar ik gewoon eigenlijk altijd gebruik van maak, ja. Dat is dus ook niet helemaal 100. Ja, volgens de gemeente Tilburg komt het stuk van een balkon dat in het verleden is gerepareerd. Stom toeval dus, zo luidt het oordeel van de gemeente. En geen verdere reden tot zorg.